Elk gedoe is goed als het maar goed met geld omgaan wordt. En we hopen dat het zoveel mogelijk opbrengt. De honden opleiding geven om andere mensen te helpen, dat vind ik een perfect doel. In 2018 hebben wij de ambitie om minimaal 1000 mensen te helpen. Vandaar dat het heel erg belangrijk is dat er zoveel mogelijk geboden wordt. Wij helpen mensen die in een bronsel zitten. En we helpen mensen met PTSS, een postnatale stressstoornis. We helpen mensen met epilepsie. En de grootste doelgroep die wij helpen met onze hulphonden is kindertherapie. En er is gewoon heel veel geld nodig om zoveel mogelijk honden op te leiden. Om uiteindelijk zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. Dus vaak leggen we het eerste contact via de hond. En wij sluiten daar natuurlijk wel bij aan, zodat de kinderen uiteindelijk ook via de honden ons meer gaan vertrouwen. Zeg maar. Wij gaan wel wat bieden vanuit onze organisatie MSC. We zijn altijd aanwezig, omdat de haring natuurlijk belangrijk is voor de visserij. Duurzame visvangst. En hoeveel gaat u bieden? Nou, dat wordt nog een verrassing, denk ik. We gaan onze biedingstactiek niet bekendmaken hier op televisie. Dat is geheim nog. Naar deze datum 12 juni is altijd weer een heel spannend traject. De haringhandelaren die bepalen die datum eigenlijk al een aantal maanden geleden. Eind van deze maand mei togen al die haringhandelaren weer naar het Hoge Noorden. Naar Denemarken, naar Noorwegen en naar Schotland. Om daar 2 maanden lang hun kamp op te slaan. En wachten op de schepen die zouden komen met die lekkere vette haring, geschikt om te verwerken tot Hollandse nieuwe. Dat het niet allemaal vanzelf gaat, dat bleek ook uit de eerste berichten die ik ontving. Want de grote scholen waar je op hoopt, die lieten een beetje op zich wachten. Het waren meer kleinere scholen, dus hadden veel meer trekken nodig om dat ruim van het schip te vullen. Dat geeft maar weer een beetje aan voor de kwestie van jagen blijft. En ook in die verwerkingsfabrieken is het niet een kwestie van appeltje-eitje. In het begin, want alles is gericht op deze startdatum, bleek dat er nog wel eens wat van die magere heinen zaten tussen die lekkere vette haringen. En die moeten er dan allemaal nog uitgeselecteerd worden. Ik zeg dit om even aan te geven hoe hard de afgelopen 12 dagen al die mannen op die schepen en die verwerkingsbedrijven in het Hoge Noorden hebben gewerkt om dat wij vandaag dit mooie feestje kunnen vieren. Het is ook helemaal dat hij heel mooi fris en rood is van binnen. En dat die vetlaag heel mooi hier zit. Hij is helemaal wit en rood van de vetlaag die op die haring heen zit. Dus je voelt dat het gewoon smelt, hè? Heerlijk, hij is echt heerlijk. Dat stijgt nog ietsje. Nou, 25-26 verwachten we. En dan super. We hebben een heel mooi seizoen. En niet alleen door het vetpercentage, maar ook door de goede voeding die in de haring zit. Wat ik al zei, dat die smaak zo enorm ontwikkeld is. Ondanks de kleine scholen waar hebben we Agnes het over gehad. Ja, het is veel werk, maar wel met resultaat. We hebben een fantastische haring hebben dit jaar. En waar we met z'n allen heel erg trots op mogen zijn. Vanwege het vetpercentage, maar zeker ook vanwege de supersmaak die de haring heeft dit jaar. En alleen maar goede vetten, hè? Zo is het. Super gezond. Dus wat er in het vaatje zit, is eigenlijk goud. Goud. Daar kan niet genoeg voor betaald worden. En zeker met zo'n goed doel is het echt top om hier aan mee te mogen doen. En u hoort het dus van een expert. Duidelijk. Nou, dan gaat de vis in het vaatje, gaat het vaatje naar de veilingmeester. En dan gaat dus daar geveild worden. Nogmaals 500 voor de maker. Nog een 500 erbij voor de maker. Zitten wij op 78.000. Wow. 78.000. Eeuwgroen. Bijna 200. Als we nou... Mist een oor. Kunnen we nog even naar de 200? De hond mist een oor. Dat is lastig. Bijna 2. 4 nog. 225 kinderen.
Stalkman heet? Macro. Je gaat toch macro? Ja. Ja. Zeg, wat gaan jullie doen nou morgen met dat vijf? Ik kom echt in Amsterdam staan. Ja, wij zijn hier ontzettend blij mee. Twee hulphonden, therapiehulphonden kunnen nu gefinancierd worden. En die gaan de komende 8 jaar tenminste 256 kinderen helpen. Dat zijn kinderen met ernstige ontwikkelingsproblemen, psychiatrische problematiek en ontwikkelingsachterstand. En wij maken het verschil tussen langs de zijlijn staan of actief meedoen. Dus dat betekent niet alleen voor die kinderen, maar ook voor het gezin, voor het resultaat op school, een ontzettende verandering. Dus wij zijn ongelooflijk blij, niet alleen met het geld, maar ook met de aandacht die Hulphond Nederland vandaag krijgt. Zodat heel Nederland weet dat als zij een probleem hebben met een van hun kinderen, dat er een oplossing is bij Hulphond Nederland. Peter Visbro, heel erg bedankt dat ze dit jaar ons hebben uitgekozen als het goede doel voor de Haring Eerste Maart 2018. Daar zijn we heel erg blij mee. Ik ga het gewoon een vakmes geven en dan ga ik de check overhandigen. Want dan is het pas echt. Het moment willen we ook graag vastgelegd hebben. Zo. Ja, hier is het mooie bedrag van 78.000 euro. We zijn al een aantal maanden op weg naar dit moment geweest. En ik hoop dat we met z'n allen terug kunnen kijken op een fantastische middag. U heeft hier moeten zwoegen. Anita, je hebt moeten zwoegen. En Frits, daarom gaan we nu beginnen aan een mooie party. En gaan natuurlijk genieten van die Hollandse Nieuwe Vangst 2018. Een hele leuke middag. Ja, er werd eigenlijk wel goed geboden. Iedereen draagt er een steentje bij. Hè? Kleine bedragen, grote bedragen, alles bij elkaar. Levert het geweldig. En er waren hele aardige mensen. Ik heb niemand ontmoet die niet aan.